In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, goeiedag, dames en heren, Radio Bergijk. We hebben een stampvolle uitzending, mag ik wel zeggen. Echt mutje vol. Het is bijna een kantelende toren van de berichtgeving en reportages. En we gaan na het gemeentebericht luisteren naar een reportage van Peer. En nu dus eerst. Het gemeentebericht. Het gaat hier over de beukenhagen die bij de rotonde Eikerend van Bergijk zijn geplaatst. Bij de Verzevendeweg en de Akkers. U weet het misschien wel, heeft het vaak misschien ook wel gezien. Diverse hoveniersbedrijven en talloze plantsoenmedewerkers van de gemeente Bergijk zijn daar op een nare manier aan een eind gekomen. Omdat deze beukenhagen veel te dicht aan de rijbaan zijn geplaatst. Dat heeft nogal wat tol geëist. En dan, aangezien nu geen enkel hoveniersbedrijf meer bereid is om die dingen te snoeien. En de gemeente niet meer over plantsoenmedewerkers beschikt. Heeft de gemeente dan toch maar uiteindelijk besloten om deze beukenhagen te gaan verplaatsen. Tenminste voor zover dat kan. Tot nu toe was het dus inderdaad zo dat al deze plantsoenmedewerkers op de rijweg moesten gaan staan om hun werk goed te kunnen uitvoeren. En er werd nogal altijd hard gereden daar bij die rotonde. Dus om gewoon weer toch het vak van plantsoenmedewerker of hovenier aantrekkelijk te maken, heeft de gemeente eindelijk besloten om deze beukenhagen naar achteren te verplaatsen. En maar liefst met 20 centimeter. Dames en heren, we gaan luisteren naar een reportage. Peer is op stap en hij is langs bij Guus en Ellie van Diessen. Die een verschijning in huis hebben. En Peer is er langs geweest om eens te vragen hoe dat is om een verschijning van Maria, notabene, in huis te hebben. Peer, over naar jou. Dankjewel, Toon. Ja, goed. Ja, de verbinding is goed dus. De verbinding is goed? Ja, ik kan je heel goed horen. Goed zo. Is het niet te veel ruis? Niet te veel. Nee, het is precies genoeg ruis. Moet ik met antenne mee uitschuiven? Nee hoor, nee, het is exact de goede hoeveelheid ruis. Goed, prima. Nou, goed. Nou, dames en heren, ik zit hier bij Jan en Nelly van Diessen. Guus. Het is Guus natuurlijk. Ja, ik doe zoveel werk, zoveel reportages, er schiet wel zijn naam doorheen. Het is Guus en Nelly van Diessen. En die wonen aan de Paulushof, achter de muziekschool. Zoals veel mensen in het zuiden hebben Guus en Ellie gewoon een huilend Maria-beeldje met echte tranen en zo. En dan komen mensen ook van heinde en verre naartoe. Ja. Maar er is nog iets geks, iets vreemds aan de hand met Maria. Dan begin ik even bij jou, Guus. Ja. Wanneer hebben jullie het ontdekt dat er iets vreemds was met dit huilende Maria-beeldje? Nou ja, wij waren natuurlijk in eerste instantie ontzettend vereerd dat Maria bij ons heeft besloten te gaan huilen. Ja, nog even voor de luisteraars, want het is misschien een gek geluid. Maar Guus zit met een klem op zijn neus en die is op doktersvoorschrift daar geplaatst. Guus moet leren meer door zijn mond te ademen. Want hij had last van ontstoken neustonsillen. En dat kwam omdat hij altijd maar door zijn neus ademhaalde. En ja, hij moet leren door zijn mond te ademhalen, adem te halen. Ja. Maar goed, ik ga verder. Dat huilende Maria-beeldje was iets geks. Ja, nou ja. Wij waren, zoals al gezegd, eerst zeer vereerd dat Maria haar tranen over het wereldleed juist in onze huiskamer wilde plengen. En hebben dat natuurlijk ook meteen ruchtbaarheid gegeven, zodat de pelgrims deze kant op konden komen. Als ze tenminste maar een zakje thee meenamen, hoeven ze niks te betalen. Maar we hadden dan, dat kwam voor ons in het begin, op onverwachte tijdstippen, werd Maria, mokkig. Ach, ik ga even naar Ellie. Ja. Je vrouw. Ellie, mokkig? Ja. Wat? Waar uitte zich dat precies in?
Nou, de eerste keer dat Guus en ik het hoorden, hoorden we ineens ja, echt een soort gerommel. Ik denk, wat horen we nou in de voorkamer? Was ja, een gescheld en een gepruttel. En toen zijn we gaan kijken. En ja, en toen zagen we haar dus, heel chagrijnig eigenlijk op de schoorsteenmantel staan. En het was maar niks waar goed, hè Guus? Nee, dat duikte niks of het was verkeerd. En waren er op dat moment pelgrims aanwezig? Ja, er waren toen, wat waren het, man of 12? Ja, ja, het huis was vol hoor. Ja. Ja, ik had net thee gemaakt. En nou, ik zet de thee neer. We kijken om. Ja. Er zijn mensen zijn aan bidden daar. En ze in vanuit het niks begint ze, hè? Ja. Maar wacht even, was er niet met Maria te praten? Nee. Omdat je zegt, Maria, weet je, ik zie je nou wat je doet. Nou, ze stopt zelf soms de vingers in de oren. Ja. En wil ze het gewoon niet horen. Is het... Ja, en met de rug naar je toe staan, hè? Gewoon met de rug naar je toe staan. Niet reageren. Ja. Ja, dat is ook heel erg. Ja, dat klopt. En ging dat dan tussen dat huilen door? Dat ze dan toch doorging af en toe met huilen? Of was het huilen dan helemaal opgehouden? Nou, het was voornamelijk onredelijkheid. En dan kon ze wel dan opeens eventjes weer een emotionele bui hebben. Ja. Waarbij ze dan stond te janken. Maar dat was dan een heel ander soort janken dan zeg maar, in de rest van de periode, waarin het een rustig schreien over het wereldleed was. Ja, ja, die is gewoon heel hard. Het ergste is eigenlijk als het begint, als er iemand is die net zeg maar, hardop heeft meegedeeld wat het probleem is. Ja. En dan gaat ze, stel nou voor dat je dan zegt, ik heb kanker of mijn man heeft kanker. En dan is het, kan mij die kanker schelen? Oh ja, dat is echt heel erg hoor. Dan staan we echt helemaal gegeneerd. Maar wacht even, want het is, ik heb niet zoveel tijd voor deze reportage. Maar kan ik misschien even naar binnen om even met Maria te praten? Ja, wel voorzichtig zijn. Ja, zeker voorzichtig zijn. Dat zou ik ook zeker zijn. We gaan nu even de gang in. Ja, ik blijf hier. Als u het niet erg vindt, blijf ik even hier. Ja, tuurlijk. Komt u maar bij mij mee. Even deze deur aan de gang door. Hey. Nou ja, u hoort het hier al achter de... Hey! Ik zou, als u dadelijk naar binnen gaat, ja, doe het heel voorzichtig. Hey, jullie daar! Want ze heeft echt een slechte dag nu. Hey, ik ben er ook nog! Hele slechte dag, jongen. Hey! Hey! Goed, nou, ik zou zeggen, Jan, blijf jij even achter. Ik ga toch, want Guus. Ik vind het een gek verhaal. Hey. Guus, werkelijkheid, Guus. Ach, Guus, natuurlijk, Guus. Ik ga nu bij Maria naar binnen. Ja, ik ga even ook naar Ellie in de bijkeuken. Want ze heeft het speciaal op mij voorzien deze dagen. Hey. Goed. Ik doe de deur open. En het waait in de kamer hier een verschrikkelijk raar soort wind. Ach, wat zie ik nou? De ramen staan te klapperen in de spanningen. Er schieten bliksemflitsen door de kamer. Fuck you. Och. In my car. Och. Het Maria-beeldje. Fuck you. De ogen rollen bijna uit de kassen. Eat my cunt, you cocksucking bastard! Lick my cunt! Oh, verschrikkelijk! Ik kan hier niet tegen! Oh, wat erg! Oh, ik ga gauw weer weg! Ik doe de gouden deur achter me dicht! Gaat met u? Gaat het goed met u? Verschrikkelijk zeg. De hoofd draaide 360 graden op de romp. Ja, dat en ze zei allemaal verschrikkelijke dingen in het buitenlands. Ja. Goed te kotsen ook. Och, ja, er liep. Och. Ja, het is heel erg. Ogen rollen uit de kast. Verschrikkelijk. Ja.
En dan is ze nog niet eens met het zuur gaan spugen, volgens mij, of wel? Heeft u zuur over u heen gekregen? Want dat kent ze ook nu nog. Nu het zegt, dat was dat ja, het dat kwijl. Ach, mijn kleding is weggebrand. Ik pak even een schoteldoek, want dat is niks, nee. Ja, dan is dit nog even de betere dagen, hoor. Nou goed, Gerard en Esmeralda. Ellie. Chris. Ja. Sorry. Ja. En Ellie. Ja, ik doe natuurlijk veel veel radioreportage. Ik doe natuurlijk heel veel radioreportage. Ik ben helemaal een beetje van ontdaan van Maria. Als je even wil zitten met een kopje thee, even bijkomen. Nou, nee. Want... Een zakje thee bij. Nee, jongens, echt. Dit heeft mij... Nou, je gaat toch een beetje vreemd. Ik kan het zo niet de deur uit laten gaan, hoor. Gaat u maar even zitten. Mag ik even liggen hier? Ja, ga maar even. Ja, want Guus, dit gaat toch niet goed, dit. Ja. Het zit helemaal te rillen. Ja, het is heel vreemd gezicht. Pak even een naplas aan. Ja, Guus. Het lijkt net of Peer van de Eersel in de hal heeft gekeken. Ja. Toon, ik blijf hier even op de bank liggen, want het is verschrikkelijk hier aan de Paulushof. Ja, Peer, ik heb het gehoord. Het is een... het is verschrikkelijk, zeg. Zo'n heilige vrouw die verandert in de baarlijke duivel. Grote genade. Dat is, lijkt me moeilijk te dragen voor Guus en Ellie van Diesen. Wacht even hoor, het zijn Jan en Thea Diesen. Oh, Jan en... Nee. Guus en Ellie van Diesen. Jullie zijn toch Jan en Thea? Nee, Guus. Ellie. Oh, Guus en Ellie. Toon, het zijn Guus en Ellie Diesen, hè? Dus geen Jan en Thea. Nee, dat heb ik ook al gezegd. Ja, ga jij nou maar even liggen? Ga jij nou maar even liggen met een nat washandje? Nou, dames en heren, ik denk dat het tijd is voor een leuk muziekje. In München steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, Sonntag. Er läuft so manches bisschen aus. Eins, zwei, Sonntag. Er hat schon mancher brave Mann. Eins, zwei, Sonntag. Gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an. Und spät am Abend kam er nach Haus, so schön ist im Hof mal aus. Even een berichtje. Er is binnenkort in de cafézaal achter Café Rix op het Hof iets heel speciaals. Dat is een bierruilbeurs. En daar kan iedereen gratis naartoe. En de bedoeling is dan dat je dus allemaal een biertje koopt van het een of ander soort. En in glazen, dus tapbier gewoon. En dat je die dan met de andere mensen daar op de beurs kunt ruilen. En dat gebeurt volgende week donderdag. Om vanaf 9:30 ochtends tot 2:30 middags is het bierruilbeurs in de cafézaal achter Rix. Nou, dames en heren, dat was het voor vandaag. Ik denk dat ik bij de aankondiging niks te veel heb gezegd. Namelijk dat het een vrachtwagen vol nieuwswaardige berichten en reportages was. En ik denk dat ik zelf eventjes naar die bierruilbeurs ga. Dat is natuurlijk altijd leuk, bierruilen en drinken erbij. Dus ik hoop dat ik u daar misschien dan tref. En voor nu zeg ik een heel prettig weekend. En voor alle zieke mensen in Bergijk. Beterschap en alle gezonde mensen. Kop op. Tijdje, sluit jij af? Ik ga bier ruilen. Ik ga... Nee. Als je mee wil, dan moet je wel snel afsluiten. Nee, ik ga niet. Ik ga geen kwartier wachten op jou. Ik heb gewoon zin om een lekker bier te gaan ruilen. Ja. Nou, dan laat je dat maar aanstaan een keer. Nee, dat maakt niet uit. Dat kost bijna niks, stroom. Oké. Pak ik mijn papier bij elkaar.